De Women in Maritime Association, Caribbean WIMAC, wil een netwerk helpen bouwen voor vrouwen in het Caribisch gebied. Door het ondersteunen en uitbreiden van haar tentakels als mede het samenwerking met belanghebbenden, hoopt de organisatie een fundament voor de vrouw te zijn in de sector, zegt Tosca Pinas, voorzitter van WIMAC Chapter Suriname. De Surinaamse vrouwen in de maritieme wereld doen het naar zeggen van Pinas uitmuntend en is het dus aan het platform gelegen om de juiste wegen voor ze te banen. Dus het is belangrijk om ook op regionaal niveau, om ook eigenlijk daar een bijdrage te leveren. Wij hebben onze chapter en wij geloven in netwerken. We zijn nu bezig om eigenlijk het Nederlands deel van het Caribisch gebied, inclusief Nederland, dat ook een netwerk op te zetten voor de maritieme vrouwen in de maritiem. En nu zijn we zover dat we hebben kunnen ondersteunen. En Curaçao heeft nu recent ook een chapter gelaunched. En we kijken daar, wij ondersteunen ze ook naar hun formaliseren tot een vereniging, want dat zijn wij op dit moment al. En nu bijvoorbeeld heeft Aruba ook gevraagd voor die ondersteuning. En wanneer we zover zijn met Aruba, dus dan kijken we dan verder, zodat wij eigenlijk met elkaar kunnen gaan netwerken. De voorzitter voegt eraan toe dat de bevoorrechte positie van de organisatie voeding is voor het uitvoeren van verdere succesvolle projecten. Met zowel de nationale als de internationale belanghebbenden wordt reeds gewerkt aan het uitschrijven van projecten ter uitbreiding en versterking van de organisatie. Wij zitten echt in een favoriete positie dat wij worden ondersteund. Toch? Ik heb ook tijdens de Maritieme Open Dag ben ik ook langs bepaalde stands geweest, heb ik ook tot bepaalde directeuren gesproken. En geloof me, ze omarmen WIMAC. Ja. Ze omarmen WIMAC Chapter Suriname. En natuurlijk gaan wij daarvan, kan kijken, hoe kunnen wij gaan samenwerken. Want op een gegeven moment willen wij ook een database opzetten. En natuurlijk zijn we ook bezig met onderzoek doen van hoeveel vrouwen zijn er? Waar zijn de vrouwen? Want ik kan je zeggen, we hebben een korte survey gedaan. En we praten over 2% vrouwen die varen. Maar Suriname heeft nog niet eens 2%. Goed. Het verder uitvoeren van projecten die ondersteunend zijn aan het gestelde doel geniet dus prioriteit, meent Pinas. Meer hierover vanavond om 9 uur in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1.